mijn kleine broertje George. Dit is mama Big. En dit is papa Big. Peppa Big. Het mysterie. De hele familie Big kijkt naar hun lievelingsprogramma Detective Pomfrito. Ik ben de wereldberoemde detective Pomfrito. Oeh. Oh, help mij, monsieur detectief. Ik kan mijn bloem echt nergens vinden. Jouw bloem zit bovenop jouw hoofd. Oh, dank u, monsieur detectief. Dat is makkelijk. Dat kan ik ook wel. Dat denk ik ook, Peppa. Papa, als ik groot ben, wil ik een beroemde detective worden. Dat lijkt George ook wel wat. Als jullie detective willen worden, dan hebben jullie een hoed nodig. Detectives hebben altijd een hoed op. Nu zien jullie eruit als twee echte detectives. We moeten ook nog zo'n grappig ding hebben, waardoor alles veel groter lijkt. Dat is een vergrootglas. Er ligt er zeker eentje in de keukenla. Kijk eens aan, een pracht van een vergrootglas. Wauw, hoe werkt dat? Als je het ergens voorhoudt, dan lijkt het groter. Door het vergrootglas ziet het visje er veel groter uit. Mag ik ook een keer? Wauw. Door het vergrootglas lijken de ogen van George reusachtig. Nu hebben jullie detectives alleen een mysterie nodig om op te lossen. Papa, wat is een mysterie? Een mysterie is iets dat detectives kunnen oplossen. Zoals iets vinden dat kwijt is. Ik weet iets. We zoeken de speelgoeddinosaurus van George. Want die is namelijk echt altijd kwijt. Dinosaurus. Maar de dinosaurus is niet kwijt. Oh, wat dacht je dan van jouw bril, papa? Die ben je echt altijd aan het zoeken. Oh, maar niet vandaag. Kijk maar, ik heb hem op. Het is niet eerlijk. Er is helemaal geen mysterie. Zal ik een mysterie voor jullie bedenken? Ja, graag! Papa Big gaat meteen aan de slag. Goed, wat staat er op tafel? De vissenkom, Teddy, een springverenpop en meneertje dinosaurus. Dat klopt. Kijk nog maar even goed en probeer ze allemaal te onthouden. De vissenkom, Teddy, een springverenpop en meneertje dinosaurus. Weet je ze allemaal? Ja! Oké. Dan mogen jullie nu eventjes naar buiten toe. Ik roep wel als ik klaar ben. Het klinkt alsof papa naar boven toe gaat. En nu komt hij weer naar beneden. Oké, jullie mogen weer naar binnen toe. Er is één ding van de tafel verdwenen. Weten jullie wat? Meneertje dinosaurus is er. Vissenkom, springverenpop. Dus wat is er weg? Teddy! Dat klopt. Teddy is weg. Goed gedaan, Peppa en George. Dat was niet zo moeilijk, hoor. We zijn beroemde detectives. Maar dit is pas de helft van het mysterie. Waar is Teddy naartoe? Oeh, dat weet ik niet. Wat liggen daar voor dingetjes op de grond? Koekkruimels. Door het vergrootglas zijn de koekkruimels goed te zien. Zou Teddy misschien koekjes hebben gegeten? En de kruimels gaan deze kant op. Teddy heeft echt een hoop koekjes gegeten, zeg. Ze volgen het kruimelspoor helemaal tot in hun slaapkamer. Kijk, hier stoppen de kruimels. Maar waar zou Teddy nou zitten? Stel me maar wat vragen. Maar ik antwoord alleen met ja of nee. Oké, is Teddy in deze kamer? Ja. Zit Teddy in het bed van George? Nee. Zit Teddy ergens heel hoog? Ja. Teddy zit in mijn bed. Hoera! Het mysterie is opgelost. Wil je later als je groot bent nog steeds detective worden, Peppa? Detective zijn is toch best wel moeilijk. De volgende keer wil ik degene zijn die het mysterie bedenkt. Net zoals jij, papa. De vriend van George. Peppa en haar vriendjes spelen in de speeltuin. Peppa, Suzy en Henky staan op de draaimolen. Zijn jullie er klaar voor? Ja hoor!
Daar gaat hij dan. Joehoe! Sneller, sneller. Ho, ho. George is nog te klein voor de draaimolen. Hij zit op de schommel. Daar komt Kelly Konijn aangehuppeld. Samen met haar kleine broertje Karel. Hallo allemaal. Hallo. Mag ik ook op de draaimolen? Klim er maar op, Kelly. Zullen we super, super hard? De kleine Karel wil ook op de draaimolen. Ah. Als Karel erbij komt, kunnen we niet super hard meer gaan. Karel kan met George spelen. Karel, kom je lekker spelen met George? Nee. George heeft een dinosaurus, net zoals jij. Kom, dan gaan we kijken. Karel Konijn is precies even oud als George. Karel wil de dinosaurus van George graag zien. Grrr, dinosaurus. George, mag Karel met jouw dinosaurus spelen? Nee. Karel, mag George met jouw dinosaurus spelen? Nee. George en Karel willen hun dinosaurussen niet delen. George, spelen is echt veel leuker als je deelt. Dat is heel erg lief van George. Dinosaurus! George vindt delen maar niks. Karel, nu mag George de dinosaurussen vasthouden. Karel houdt ook al niet van delen. Wat is er allemaal aan de hand hier? George en Karel huilen altijd als ze samen spelen. Ze zijn nog veel te klein om samen te spelen. Kunnen jullie grote meisjes ze dat dan leren, denk je? Natuurlijk! We leren ze zandkastelen bouwen. Goed idee. Kom, dan gaan we naar de zandbak. George en Karel zijn dol op de zandbak. George, Karel, vandaag gaan we zandkastelen bouwen. Eerst vul je de emmer met zand. Dan zet je de emmer op zijn kop en geef je er een tikje op. Nu til je de emmer op. En hopsa! Karel heeft een zandkasteel gemaakt. En hopsa! En George heeft een zandkasteel gemaakt. Zie je? Samen spelen is zo leuk. Oh nee, dit spelletje is niet zo goed gegaan. Het is de schuld van jouw broertje. Hij vernieuwde het zandkasteel van George. Jouw broertje is begonnen met stuk maken, hoor. Kom, kom. Ik dacht dat de grote meisjes aan de kleine jongens zouden laten zien hoe ze samen moeten spelen. Dat klopt. Wij zijn al groot. En George en Karel zijn nog te klein om goed met elkaar te kunnen spelen. Ik heb een idee. George, wat is jouw lievelingsspeeltoestel in de speeltuin? Wipwap. George is dol op de wipwap. Wipwap. Maar in je eentje op de wip is het lastig spelen. Karel wil ook op de wipwap. Wipwap, wipwap, wipwap. Kijk, George en Karel spelen echt samen. Wipwap, 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 wipwap. George vindt Karel leuk. En Karel vindt George leuk. George en Karel vinden samen spelen leuk. Wipwap, wipwap. Meneertje Vogelverschrikker. Peppa en George spelen vandaag bij opa en oma Big. Hallo, opa Big. Opa Big. Hallo, Peppa. Hallo, George. Opa, wat ben je aan het doen? Ik maak hier een bloemenperkje. Oeh. Uit deze zaadjes groeien straks prachtige bloemen. Ik strooi de zaadjes op de grond. En dan bedek ik de zaadjes met aarde. Oh,
Waar zijn ze nou? De zaadjes zijn verdwenen. Dat is raar. Ik had daar toch bloemzaadjes gestrooid? Ja, opa. Dat heb ik gezien. Maar ze zijn nu verdwenen. Nou ja, dan doe ik het nog een keertje. Zoals ik al zei, ik laat de zaadjes gewoon op de aarde vallen. Een klein vogeltje eet alle bloemzaadjes van opa Big op. Hé, blijf van mijn zaadjes af. Dus daar zijn al mijn zaadjes gebleven. In een heel klein vogelmaagje. Daar komen nog twee vogeltjes opa's zaadjes pikken. Oh, kijk! Ah, weg, weg! Wat is er aan de hand? Oma Big, de vogeltjes eten al mijn bloemzaadjes op. Daarom jagen wij de vogeltjes weg. Wegjagen heeft geen zin. Ze komen direct weer terug. Kijk, we hebben een vogelverschrikker nodig. Wat is een vogelverschrikker? Een vogelverschrikker is een pop van stro die vogels afschrikt. Wat een prachtig idee, oma Big. Aan de slag. We maken een vogelverschrikker. Tot ziens, vogeltjes. We gaan een vogelverschrikker maken. Dit is de tuinschuur van opa Big. Hier liggen genoeg dingen om een vogelverschrikker mee te maken. Eerst heb ik twee stokken nodig en wat touw. Komt in orde. Peppa heeft twee stokken gevonden en George een touw. Mooi, ik bind de stokken aan elkaar om het lijf te maken. Oma Big heeft wat stro gevonden en een jute zak. Prachtig, ik doe het stro in de zak en klaar is het hoofd. Wat zullen we die vogelverschrikker aantrekken? Hier is een tas vol oude kleren. Oeh. George heeft een jurk gevonden. Gekke George, meneertje vogelverschrikker wil toch geen jurk aan? Peppa haalt een jas tevoorschijn. Prima keuze, Peppa. George heeft een hoed gevonden. Goed gedaan, George. De vogelverschrikker wil graag een gezicht. Natuurlijk! Willen jij en George zijn gezicht schilderen? Ja, graag. George schildert de ogen en de neus. En Peppa schildert de mond. Fantastisch! De vogelverschrikker is klaar. Hoera! De vogels eten weer de bloemzaadjes van opa Big op. Kijk, de vogeltjes zijn terug. Geen probleem, Peppa. Meneertje vogelverschrikker gaat aan het werk. Het lukt. Meneertje vogelverschrikker jaagt alle vogels weg. Hoera! Mooi. Nu worden de zaadjes niet meer opgegeten. Oh, opa. Wat kijken de vogeltjes sip, zeg. Ja, ze hebben vast honger. Daarom heb ik dit bij me. Wat is dat, oma? Dit is een vogelvoerder. Opa, mag ik wat bloemzaadjes hebben? Kijk eens, vogeltjes, etenstijd. Nu kunnen de vogels gerust zaadjes eten. Hoera! De vogeltjes zijn weer helemaal vrolijk. Peppa vindt het fijn dat opa's bloemzaadjes niet meer worden opgegeten. Maar ze vindt het nog fijner dat de vogels geen honger meer hebben. Een winderige herfstdag. Vandaag gaat Peppa naar het park. Wat is het vreselijk koud. Inderdaad. Kom, dan doen we snel warme kleren aan. Op koude dagen draagt de familie Big een warme jas, een muts en een sjaal. Ik doe de kap omhoog. Dan zet ik de verwarming aan. Heeft iedereen het lekker warm? Ja, papa Big. Tijd om te gaan. Daar is het park al. We zijn er. Hoera! Mama, waarom zijn alle blaadjes geel en rood? Omdat het herfst is, Peppa. In de herfst wordt het kouder en veranderen de blaadjes van kleur. Brr, wat een kille wind, zeg. Laten we een spel doen om warm te blijven. Mijn beurt. Oh,
Ik wil hem helemaal niet die kant op schoppen. De wind blaast de bal hard vooruit. De bal ligt in de vijver. Met deze stok kan ik er vast wel bij. Nog een heel klein stukje, papa. Voorzichtig, papa Big. Ja, ja. Ik heb hem bijna. Papa, is het water koud? Een beetje maar. Dan blaast de wind de bal uit de vijver. Dat is mazzel. Ja, dat is geluk hebben. De wind gaat nog harder blazen. Hou je muts goed vast. Oh nee, de wind heeft de muts van George weggeblazen. Rustig maar, George. Papa Big gaat je muts wel halen. Snel, papa! Kijk! Hij hangt daar in die boom. Dan klim ik erin en pak ik hem. Maar dit boompje kan jouw gewicht niet houden, papa Big. Oké, hoe krijgen we die muts dan terug? Simpel. Ik schud het boompje heen en weer. Ik denk dat ik wat harder moet schudden. Ik dacht dat zoiets alleen mij kon overkomen. Dit is niet grappig. Ik vind het wel grappig, mama. Inderdaad, wel een beetje grappig. Ja. Waar is de muts van George? Die zit bovenop je hoofd. Oh, hier is je muts, George. En nu goed vasthouden. De wind blaast alle blaadjes van de bomen. Kijk mij eens. Ik leun tegen de wind aan. De wind is sterk genoeg om Peppa overeind te houden. En ook om George overeind te houden. Papa, doe je mee? Ik denk dat ik te zwaar ben. Kom op, papa. Het is echt heel leuk. Goed, oké. De wind is zelf sterk genoeg om papa overeind te houden. Je hebt gelijk. Dit is leuk. Kom op, mama Big. Doe jij ook mee? Maar als de wind stopt, dan lig ik op mijn neus. De wind stopt zomaar niet. En dan stopt de wind. Oeh. Dat is niet grappig. Nou, wel een beetje grappig. Wat zullen we nu doen, nu de wind gestopt is? Wat is je lievelingsspel? Op en neer springen in modderpoelen. Maar er zijn geen modderpoelen. Alleen maar bergen saaie blaadjes. En wat kun je doen met al die blaadjes? Dat weet ik niet. Erin op en neer springen. Papa Big is dol op springen in de blaadjes. En Peppa is ook dol op springen in de blaadjes. Iedereen is dol op springen in de blaadjes. Dit is de leukste herfstdag van mijn leven. Polly Papagaai. Peppa en haar familie gaan op bezoek bij oma en opa Big. Oma Big, opa Big. Omi ik, opie ik. Hallo kleintjes, kom binnen. We hebben een verrassing. Wat is het? We hebben een nieuw huisdier. Kun je raden wat het is? Dinosaurus. Nee, het is geen dinosaurus. Kom maar kijken. Oma en opa Big hebben een papegaai. Peppa, George, dit is onze papegaai. Ze heet Polly. Lieve Polly. Lieve Polly! Wauw. Ik ben een slimme papegaai. Ik ben een slimme papegaai! Mama? Waarom zegt hij alles na wat oma zegt? Dat is wat papegaaien doen. Kijk maar eens. Hallo, Polly. Hallo, Polly! Wat een lieve papegaai. Wat een lieve papegaai! Kom allemaal. Theetijd.
Peppa, George, kom maar. Ik heb chocoladecake. We komen, oma. Peppa en George vinden chocoladecake lekker. Maar vandaag hebben ze haast. Ze willen met Polly spelen. Klaar. Klaar. Wat zijn jullie toch een duveltjes. Oma, mogen we alsjeblieft van tafel om naar Polly toe te gaan? Weet je zeker dat je cake helemaal op is? Vooruit dan maar. Hoera! George, zeg eens wat tegen Polly. George is een beetje verlegen. Hallo. Hallo! Peppa en George vinden het heel leuk om met Polly te spelen. Ik ben Peppa Pig. Ik ben Peppa Pig! George, zeg ook eens wat. Peppa en George doen alsof ze een papegaai zijn. Ik ben Polly papegaai. Peppa denkt na over wat ze nog meer kan zeggen tegen Polly papegaai. Ik ben een lawaai papegaai. Ik ben een lawaai papegaai. Peppa, George, hebben jullie met Polly gespeeld? Ja, oma. Polly is zo'n lieve papegaai. Ja, oma. Ik ben een slimme papegaai. Ik ben een lawaai papegaai. Ik ben een lawaai papegaai. Oh, wat zeg je nou? Verstoppertje. Peppa en George spelen verstoppertje. George gaat zich verstoppen. Hij moet snel een plekje vinden voordat Peppa klaar is met tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. George heeft zich verstopt. 9. Precies op tijd. 10. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Peppa moet George gaan zoeken. Gevonden. Peppa heeft George gevonden. George, ik heb je te makkelijk gevonden. Nu is het Peppa's beurt om zich te verstoppen. 1, 3. Ik zal helpen met tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, George, kijk nu maar. Nu moet George Peppa gaan zoeken. Oh. Peppa zit niet onder de tafel. George, heb je eraan gedacht boven te kijken? Peppa zit niet onder het bed.
Wat was dat voor een gek geluid? Peppa zit niet achter het gordijn. Daar is dat gekke geluid weer. Wat zou dat toch zijn? Ja! George heeft Peppa gevonden. George heeft me gevonden. Nu moet papa zich verstoppen. Oh, maar ik vind dat George nog een keer mag. Maar George is niet zo goed in verstoppen. Ik weet zeker dat het dit keer beter gaat. Doe je ogen dicht en begin met tellen. 1, 2, 3... Oh jee, Peppa zal George 4, makkelijk vinden. 5, 6... George, kom 7, eens hier. 7, 8, 9, 10... Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Oh, George zit niet onder de tafel. Maar George zit toch altijd onder de tafel? Heb je eraan gedacht om boven te kijken? Ik weet waar hij zit. George zit in de speelgoedmand. Oh. George zit niet in de speelgoedmand. Waar zou hij toch zijn? Peppa kan George nergens vinden. Papa, ik kan George niet vinden. Lieve help, waar zou hij toch kunnen zijn? Eigenlijk denk ik dat er iets over George in de krant staat. George, gevonden! Oh, George, maar jij hebt je goed verstopt. George had zich de hele tijd verstopt achter papa's krant. Speelclub. Peppa en George gaan naar de speelclub. Het is voor George de eerste keer. George, heb je er zin in om naar de speelclub te gaan? Papa, misschien is George wel veel te klein om naar mijn speelclub te gaan. Het gaat heus goed, Peppa. Jij en meneer Dinosaurus kunnen hem gezelschap houden. Dinosaurus. Maar ik wil met de grote kinderen spelen. Niet met George en zijn dinosaurus. Oh, hemeltje. Peppa wil niet dat George in haar speelclub komt. We zijn er. Papa, weet je zeker dat George groot genoeg is? Hij redt het wel. Oké. Hij mag mee. Tot straks. Mevrouw Gazelle past op de kinderen van de speelclub. Hallo. Dit is mijn kleine broertje, George. Hallo, George. Nee. Ik wou dat ik een broertje had zoals George. Echt waar? Hallo, ik ben Henkie Hond. Is dat een dinosaurus? Het is maar een speelgoeddinosaurus. Dinosaurus. Te gek. Dinosaurus. Dinosaurus. Dat is echt eng. Dat is te gek. George is mijn kleine broertje. Hij is echt te gek. Peppa is trots op haar broertje George. Zullen we George laten zien hoe wij tekeningen verven? George is niet zo goed in verven.
Misschien kun jij hem wel helpen. Ja, dat kan ik heel goed. Ik zal hem laten zien hoe je een bloem verft. George, vandaag ga ik je leren hoe je een bloem moet verven. Eerst verf je een grote cirkel. Nee, George. Dat is de verkeerde kleur. Nu moet je de bloemblaadjes maken. George, dat is de verkeerde vorm. En nu verf je de steel met zijn blaadjes. Perfect. George, je hebt het helemaal verkeerd gedaan. En wat hebben wij hier? Kijk, ik heb een bloem gemaakt. Dat is heel erg mooi, Peppa. En George heeft een dinosaurus gemaakt. Dinosaurus. Te gek. Ik vind dat de tekeningen van George en Peppa aan de muur moeten. Hoera! Peppa, je zult wel heel erg trots zijn op je kleine broertje. Dat ben ik zeker. Het is tijd om naar huis te gaan. En de ouders komen de kinderen halen. Mag George de volgende keer weer mee? Natuurlijk, dan kan hij weer een mooi schilderij maken. Wat ga jij de volgende keer maken, George? Dinosaurus. Nog een dinosaurus maken? Nou, misschien kun je ons allemaal leren hoe dat moet. Te gek. Ja, te gek. Nou, te gek. Thank you.